Met Wapenland start een multimediaal project voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Geschreven door Mark Hendricks en Dirk Dobbeleers. Het verhaal speelt zich af in Colombia, waar een Vlaamse jongen samen met een Indiaans meisje een gevaarlijke tocht onderneemt naar haar verlaten geboortedorp op een vulkaan. Centraal in dit avontuur staat het recht van mensen om goed te wonen. Dat recht wordt geschonden wanneer mensen van hun grond verjaagd worden voor de exploitatie van de bodemrijkdom. Wapenland is een jeugdboek, maar ook een theatervoorstelling, gebracht door het Educatief Theater Antwerpen met Muriel Bats, Wim van de Velde en Koen Vijverman en geregisseerd door Rudy Goes. Als ze zo koppig is als jij, dan woont ze misschien nog, ja. Deze eigentijdse voorstelling speelt overal in Vlaanderen en is beschikbaar voor alle secundaire scholen. Samen met een boekenpakket aan een zeer scherpe prijs. Ik had toch een briefje achtergelaten? Mama, er is niks aan de hand. Bij de voorstelling hoort een begeleidend pedagogisch dossier op CD-ROM. Samengesteld door Amnesty International en Broederlijk Delen. Broederlijk Delen steunen is driemaal steunen. Je steunt niet alleen 250 lokale projectorganisaties in 20 landen. Je stimuleert ook de uitwisseling van ervaringen en de acties over de wereldwijde oorzaken van armoede. Wapenland geniet ook de steun van Meter, Hilde Woutmans en Peter Bruno Tuyvens. Hier in gezelschap van Ingrid Betancourt en de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken. Er is ook het Wapenlandlied, gebracht door de Congolees-Belgische zangeres Leki. Op wapenland.be kun je terecht voor nog veel meer. Je krijgt info over een mini-fototentoonstelling. Op het Wapenland weblog kun je filmpjes, foto's en teksten vinden. Je kunt er in je eigen taal chatten met jongeren uit Colombia. En binnenkort is er een Wapenland 3D game. Niet te missen dus. Haal nu het Wapenlandboek in huis en surf naar www.wapenland.be voor nog veel meer.